Nieuw in het reedsegment hebben we de Revit Quantum 2 handschoenen die je niet alleen een goede bescherming bieden, maar ook nog eens comfortabel zijn. Als je benieuwd bent naar wat deze handschoenen ons allemaal te bieden hebben, blijf dan zeker kijken, want we gaan ze uitgebreid bespreken in deze review. Revit heeft een hele nieuwe collectie uitgebracht en de opvallendste nieuwkomer is de Quantum Reeks met wel zeven verschillende varianten. Zo hebben we de Quantum 2 H2O, die meer geschikt is voor het dagelijkse gebruik, maar de handschoenen zijn zodanig ontworpen dat ze matchen met het Quantum 2 eendelig motorpak of de Quantum 2 en de Quantum 2 R-jassen. De handschoenen bestaan volledig uit leer, wat zorgt voor een goede sluit vastzet en dankzij de TPU-beschermers biedt hij je de nodige bescherming. De Quantum 2 bevindt zich net tussen de Revit Prime en de Revit Jeser 3 handschoenen en zij hebben een vanafprijs van ongeveer 170 euro. Tegen deze prijs zullen ze concurreren met de Dainese Carbon 3, de Alphenstar GP Plus R V2 en de Icon Hypersport GP handschoenen. Vergeet je allereerst zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste motorhelmen en kleding. Abonneren kan je simpel door op de rode abonneerknop te drukken en je kan ook altijd een notificatiebel aantikken om niets te missen. Om een goede slijtvastzet te garanderen bestaan de handschoenen uit een verscheidenheid aan materialen. Op de handpalm hebben we geitenleer en de bovenzijde bestaat uit rundleer. De pink daarentegen, omdat deze de meeste impact opvangt bij een val, bestaat uit beide materialen om de slijtvastzet te verhogen. Achterop de duim hebben we ook geitenleerverstevigingen en de manchetten zijn gemaakt van een geperforeerd synthetisch leer en 3D-luchtgaas wat zorgt voor een goede luchtdoorstroom. Dankzij al deze hoogwaardige materialen zijn de handschoenen E-Level 1, 1 gecertificeerd en hij beschikt over PWR-naden waardoor deze extra sluitvast zijn. Aangezien dit een racehandschoen is beschikt hij over een goede bescherming. Op de vingers hebben we TPU wat we ook terug kunnen vinden op de JRS3-handschoenen en deze geven je een sportieve uitstraling. Op de duim hebben we een slider en diezelfde slider kunnen we ook vinden op de zijkant van de handpalm. Deze zijn stevig waardoor ze de impact opvangen bij een val. Op de knokkels en pols hebben we een grote TPU-beschermer die geperforeerd is waardoor deze een goede luchtdoorstroom biedt. Ten slotte hebben we temperfoam op de vingers en hoewel deze niet gecertificeerd zijn, helpen ze je de impact op te vangen en voelen ze comfortabel aan. Het temperfoon op de vingers is niet het enige wat de handschoenen comfortabel maakt. Het leer voelt zacht aan en dankzij de verschillende materialen zijn de handschoenen zeer flexibel. Wat ventilatie betreft krijg je een goede luchtdoorstroom door de TPU-beschermer en er bevindt zich mesh op de manchetten wat een ventilerend materiaal is. Je kan de handschoenen vastmaken met behulp van klittenband en boven de klittenbandsluiting bevindt er zich nog een kleine versteller om de handschoenen verder aan te spannen. Door de PWR-naden zijn de handschoenen niet alleen slijtvast, maar ook comfortabel. Als de wi Quantum 2-handschoenen iets voor jou zijn, neem dan zeker een kijkje in onze webshop championhammons.com voor de laagste prijsgarantie en mooie korting in de productbundels. En als je nog verdere vragen of hulp bij bestelling nodig hebt, dan zitten mijn collega's voor je klaar in onze live chat. De Quantum 2-racehandschoenen zijn een mooie aanvulling op het Quantum 2-racepak en de Quantum 2-racejassen. Het hoogwaardige leren materiaal zorgt voor een goede status en dankzij de vele beschermers kan je veilig het circuit opgaan. Laat ons weten in de comments wat jij van de Quantum 2 collectie vindt en vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal, waar je meer soortgelijke video's kan bekijken, maar ook vele rijtests, waar we ons enigszins vak de feiten tonen in plaats van allerlei niet meningen. Ik ben Joni van Champion Helmets en tot de volgende keer.